Goedenavond, ik ben Astrid Geels. Ik ga het hebben over transparantie in het subsidieproces. Ik ben al een paar jaar bezig in K-buurt. Mijn activiteiten die bestaan onder andere uit de kortvoetkanjers. En dat is vooral bezig zijn met de kinderen, de lekkere toet, de weggeefwinkel, mensen die het niet zo breed hebben. Zumba-lessen, naailessen voor volwassenen en senioren. Sport- en spelactiviteiten voor kinderen. Veel van deze activiteiten die doe ik op eigen kracht, maar er zijn er twee waarvoor ik, waardoor ik in aanraking kom met de aanvraag van de subsidie. Voor een beslissing. Na die 8 weken heb ik niks gehoord. Dan kreeg ik te horen dat de aanvraag kwijt was geraakt. En de hersteltermijn was dus weer 8 weken. Na die 8 weken heb ik niks gehoord. Ik moest dan op mijn eigen houtje gaan onderzoeken of met de andere organisaties gaan bemiddelen. En ik heb contact opgenomen met de desbetreffende ambtenaar en daar is dus niet op gereageerd. Maar u als commissieleden die zich moet inzetten voor de belangen van de bewoners, we hebben dit gedaan om, zodat u beseft wat er speelt op dit vlak. Belangrijk zijn dus transparantie, communicatie. Maar vooral ook eenduidigheid in het beoordelen van aanvragen. Er zijn altijd criteria natuurlijk aan de hand waarvan je aanvragen beoordeelt. Maar regelmatig merken we dat er gewoon afhankelijk van de ambtenaar, dat er allerlei verschillende interpretaties zijn. Het andere waar ik inderdaad, ook, dan kijk ik naar de DB, maar ook naar de staatssecretaris, als die er is. Van dat er, als je A zegt, moet je B zeggen. We verwachten van de bewoners dat we steeds moeten bewegen richting de organisatie en ons moeten aanpassen als dingen veranderen. Maar er wordt een democratiseringsslag gemaakt in Amsterdam. Maar dat moet ook binnen deze stadsdeel muren. En dan moeten we beginnen bij de ambtenaren. En we beginnen bij de ambtenaren die direct in contact staan met bewoners, die iets betekenen voor ons stadsdeel. Deze mensen, deze betrokken participerende bewoners, die moeten serieus genomen worden. En dan moeten we ook gaan kijken van hoe de ambtenaren, die toch binnen hun kaders moeten werken. En ze doen waarschijnlijk heel hard hun best, misschien te hard hun best. Om te kijken van wat moet er veranderen, wat moet er inderdaad geïnnoveerd worden binnen deze muren. Om deze organisatie ook democratiseringsklaar te maken. Zodat datgene wat er moet gebeuren ook goed gaat. Want het gaat niet goed. Want dan kun je 100 vragen van de mensen van, kom en pas je aan. Je kan een aanvraag indienen en dan wordt het geld gekort. Ligt het aan het bedrag? Nee. Ligt het aan de manier waarop je de aanvraag doet? Nee. Maar het ligt ook aan de ambtenaar. Het ligt ook aan de manier waarop het gewerkt wordt. Mevrouw, dus er zal gekeken worden naar een andere werkwijze, of een andere manier van hoe je de zaken, zeg maar hier. Meneer Wim, nog even. Ik ga zo afronden. Mevrouw, hoe je de zaken hier aanpakt, want dat is wat we nodig hebben. Dus dat kijk ik graag aan de DB is. Mevrouw Greb. Wilt u erover nadenken met de bewoners, maar ook met de ambtenaren? De Meijer heeft al aangegeven. We zijn daar echt heel blij mee om ook met ambtenaren, want u gaf het aan mevrouw Greb, aan tafel te zitten. Omdat, ja, zijn heel bepalend in dit proces. Ik wil nog één ding zeggen. Maar dat is mijn persoonlijke indruk, dat men vergeet wat de geest is van een subsidieregeling. De geest is om de burgers te stimuleren om op een bepaald gebied actief te worden en dat doen ze ook. En ze hebben geen opleiding en ze zijn geen ambtenaren. Dus daarom bestaat iets als Venzo ook om ze te ondersteunen. Maar je moet vooral ook de geest, denk ik, in acht nemen, denk ik. Ik trek me wel aan de opmerking dat Venzo soms het gevoel heeft dat in bepaalde gevallen er ongelijk wordt beschikt. Daar wil ik graag wel het gesprek over aan. Want dan denk ik van ja, als het gelijkheidsbeginsel wordt doorbroken, dan klopt het niet. Maar over het algemeen is het mijn ervaring dat dingen die men als gelijk ervaart, in de praktijk niet gelijk zijn. Omdat er toch andere omstandigheden zijn. Dus maar daarover wil ik toch wel graag het gesprek aan.